Erik is kerstbomenteler. Kerstboom op de kop. Hij verkoopt in april, als hij nog niet weet hoe de oogst van dit jaar zal uitpakken, al zijn kerstbomen aan een handelaar. Hij krijgt er €500 voor. Als de oogst goed blijkt te zijn, zou hij in december misschien wel €600 voor zijn bomen kunnen krijgen. Maar als de oogst tegenvalt, zou de prijs in december ook €400 kunnen zijn. Door al vroeg een prijsafspraak te maken over de bomen, loopt hij weinig risico. Die prijsafspraak is een derivaat. John is kerstboomhandelaar. Hij kan de derivaten van de kerstbomen in oktober doorverkopen aan een andere kerstboomhandelaar. John weet dan al dat de oogst dat jaar waarschijnlijk goed zal zijn en kan dus €550 vragen voor de bomen. Dus, financiële derivaten zijn hulpmiddelen die helpen bedrijven schommelingen van de markt op te vangen. Als de markt heel erg verandert, zoals tijdens de kredietcrisis gebeurd is, kunnen derivaten ook grote risico's met zich meedragen. Ze worden dan ook wel financial weapons of mass destruction genoemd.